iedereen. Ik ben hier Brecht Valkenaars en ik ben weer al alleen. Neil is waarschijnlijk ziek. Hij is hier helemaal niet, want dat zou je zoals gisteren niet zien. Maar toen kwam hij onverwacht. Jammer genoeg. Oh. Maar ja, we gaan... Hallo Brecht, ik ben ook weer bij. Zeg ik. Zijn de garen weer al? Ja. Oké. We gaan... Jammer genoeg dat hier is. Ja. We gaan over naar de interviews. Hallo. De hoen heet je? Ik ben Frank. De Frank. Oké, Frank. Ja? Ik kan niet zonder mijn gsm. Of ik heb eigenlijk nog geen gsm nodig. Het is duur en niet gemaakt voor kinderen. Wat vind je? Ik vind wel wel. Allee, ik kan niet zonder mijn gsm. Allee, eigenlijk heb ik er geen. We gaan over naar de volgende interview. Hallo. Hallo, wij gaan het meer vertellen over de computer, wat wij erover doen en ook toch wat we vandaag hebben gedaan. We gaan wat meer vertellen over Starro, want daar spelen we veel op. Daar kun je op chatten en e-mail sturen. Ja, Starro is denk ik meer iets voor meisjes, maar jongens kunnen er ook op. Ja. En ja. Een paar van onze klassen toen erop. Ja. En je kunt er ook een album maken, een paar scenery's. En daar zitten een paar van onze klas op en van de school. Ja. Daar is Kato, de les. Ikke. Ikke. Nikki. Angela. Leila. Pisa. En Kanka. En ook nog van onze school, dat zijn Loopke en Emma van het. En nog meer denk ik, maar dat weten we niet. Nou, dat weten we, ja. Ja, Stardew is heel leuk en ja, wordt er vooral goed van. Ja, maar alleen de superstars, meer voordeel dan de Skatode Hes. En ook Loopke van Tense. En die hebben meer voordeel omdat ze 12 suites krijgen en wij maar 2. Maar ze moeten ook wel betalen. En dat is een minder voordeel. En ze kunnen ook wat meer kopen en zo. En nu gaan we het hebben wat we vandaag hebben gedaan. We hebben vandaag eerst godsdienst gedaan over de 40 dagen tijd. Daarna hebben we rekeningen, iets met piraten en handig uitrekenen. En dan jouw verjaardag weer. Yay! Ja, ik werd gisteren al op aan mijn vandaag mijn verjaardag gevierd. Oké, dan doei! Ja. Hallo, wij zijn Leila en Cleo. Wij vinden Justin Bieber cool, dat hij mooi kan zingen en mooi haar heeft. Als ik hem ontmoette, dan zou ik... Dan zou ik dat leuk vinden, omdat dat iemand beroemd is. Ja. En knap is. Nu gaan we vertellen wat wij vandaag hebben gedaan. En dat is taal. In taal? En eerst hebben we een filmpje 's ochtends gekeken over Afrika. En dan moesten we vragen antwoorden. Dat was iets met de boom, begon dat. En het waren over een familie met 9 kinderen. En die zaten met 990 kinderen op school en zo. Dat de lessen altijd moesten uitgesteld worden. En nu over naar taal. We hebben bij taal naar gesprek geschoord op de radio. Nee, naar telefoongesprekken. Ja. Van, en dan? Over Liesje en papa. En Martijn was de papa. En Hanne was Liesje. En dan hebben we nog een gesprek gehad. En dan was Bart, was Jan. En de secretaresse was Lien. En het eerste verhaal ging over een meisje die met haar tante op vakantie ging naar Italië. En het tweede ging over Bart, die ging zwemmen, maar hij wist niet als het zwembad open was, dus heeft hij naar het zwembad gebeld, naar de secretaresse. En dat was Lien, dus de secretaresse. En nu over naar wiskunde. Wiskunde. Ja.
wij hebben geleerd over zo maal 10, maal 100 en maal 1000. Maar dat is wij al. En daarna was dat zo van... Gebruiken of zoiets? Ik weet niet of dat ons juist is, maar hopen van wel. Het ging met piraten weer en over tongen en over dozijnen. En we hebben gegeten. En daar. En dat was het. En het was heel leuk. Daar. Waar waren we bezig? Ja, dat is het. Ja, oké. Mijn ouders die mogen weten naar welke televisieprogramma's ik kijk en, naar, en wat ik doe op de computer. Omdat, dat is toch niet zo heel belangrijk, of dat ze dat nu weten of niet weten. Bij mij mag dat ook, maar sommige dingen mag ik niet kijken. Dus dan kijk ik daar stiekem naar. Ik kijk naar veel wat mijn ouders zeggen op de televisie, zoals Nickelodeon en Disney Channel en van die dingen. Maar dat is tenminste de enigste ding voor gamers en dat is alleen wel leuker. Ik kijk wel vaak naar Disney Channel en naar CatNet en dat zijn wel leuke programma's ook. Soms vind ik dat ook helemaal niet leuk en dan zet ik de tv gewoon uit en ga ik op de computer spelen. Ik kijk vooral naar Disney Channel en dat. Alleen mijn ouders vinden dat wel belachelijk, maar dat is zo op CatNet bijvoorbeeld. Zijn dat zo van die programma's voor 6 jaar of zo. En zo Samsung of zo. Dat is een beetje belachelijk, een beetje saai. Maar ja, ik ben... Ik vind dat je op de computer eigenlijk meer kunt doen, maar je moet wel oppassen voor Facebook en Netlog. Omdat je daar dingen kunt opzetten en je moet zeker zien dat alleen je vrienden daar, alleen je vrienden daar kunnen kijken. Want ja, dat is eigenlijk wel belangrijk, want sommige mensen maken daar misbruik van. En je moet zeker zorgen dat je je telefoonnummer daar niet opzet of je e-mailadres. Ja, ik zit niet op Facebook, ook niet op Netlog, maar wel op Stardoll en dat is wel een leuke site. En je kunt daar niet, je moet de Stardoll regels zo dan volgen. En als je die dan niet volgt, dan kunnen mensen nu blokkeren en dan vind je ook nooit meer op Stardoll. Dus dat is wel goed. En ik speel ook gewoon soms spelletjes, avontuurspelletjes of zo. Wel vaak als ik zo naar een spelletjesite ga of zo, dan en ik ben zo account, alleen dus even kunt zo. Inloggen eigenlijk, dan doe ik dat soms wel. En dan komt mijn mama eruit te kijken en dan zegt ze zo, wat zit je nu weer te doen? En dan doe ik het gezicht en dan doe ik een beetje letter. Ik heb met mijn zus een Netlog profiel, dat is wel leuk. Ik krijg alle mails van vrienden, we hebben vooral vrienden van de voetbal van haar. Ik ken die meisjes ook wel redelijk goed, soms niet, maar allee, die zijn wel redelijk vriendelijk. Eén iemand daarvan heeft ook een poel en die heeft nu wel nog een Netlog, dat is wel jammer. Want hij is wel een leuke jongen, niet van uiterlijk, als je dat mag. Maar van de rest, ja. Er is een vriendin van mij en die heeft MSN en die wil graag dat ik daar ook op kom. Maar ik mag niet van mijn mama en van mijn papa ook niet, omdat dat nogal redelijk gevaarlijk is. Ik mag ook geen Netlog of Facebook of... Van die dingen, want mijn mama en papa vinden van ja, dus ja, eigenlijk is dat niet zo handig, ik kan daar niks mee doen eigenlijk. Er zijn ook zo van die programma's en mijn ouders zeggen dan van ja, dat is allemaal domme zeven. En de mijne ook. En dan, dan kijken ze er zelf eens naar en dan beginnen ze een keer te lachen en dan mogen wij dan niet naar kijken, dat is een beetje belachelijk eigenlijk, maar ik kan eigenlijk niet vervolgen. We hebben eigenlijk duizenden films in onze kast staan en eigenlijk kijk ik er nooit naar. Maar ja, zo High School Musical en zo van die films, daar kijk ik wel al redelijk veel naar. En stop ermee. Maar als ik mij verveel, dan speel ik met de kat of dan ga ik op de computer. En als mijn mama dan bijvoorbeeld naar boven is voor de was weg te leggen, dan roept die soms van kat ook om eens naar boven en dan... Moet ik, dan ben ik met een spel bezig dat op tijd is. En dan moet ik daarmee stoppen, omdat dat nog wel redelijk vervelend is. Ik veel mag ik niet op computer of zo. Maar als er dan zo geen mensen zijn, dan ga ik wel altijd eens kijken naar alles. En dan
Ja, dan kom ik wel meer te meten. Soms is er ook totaal niks op tv. En dan heb ik ook totaal geen zin om op de computer te spelen of zo. En dan zo van die dingen. Als ik veel op de computer zit, dan word ik daar ook verslaafd aan. En ik heb nu al veel naar tv gekeken, dus ik ben daar eigenlijk verslaafd aan. En niet eigenlijk aan computer. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van ons gesprekje. En tot de volgende keer. Wij spelen vooral Total War en Internet Games. Ja, dat spelen wij vooral. Ja. Dat is zeer tof. Ja. Ja, heel tof. Fantastisch tof. En dan stopt de camera. De Justin Bieber, omdat die stom is. Ik doe op de computer. Ik doe op de computer veel, zoals chatten en enzovoort enzovoort. En meestal chatten, en als er niemand is, dan speel ik een spelletje. Ga maar beginnen. Ga maar. Ik speel op de computer vooral spelletjes. Zoals race-spelletjes, want ik maak geen vlek-spelletjes, want het is op, ik moet schieten en dan mag ik niet. Spelletjes, ja. Of niet? Ja, ik doe ook soms, ik maak ook soms PowerPoint en ik zoek van alles op Google. Oké, nu gaat Jonas nog wat vertellen. Kom aan. Op de computer is er veel te doen, en als je op de computer gaat, moet je voorzichtig zijn met wat je klikt. Anders kunnen ze dingen stelen van je computer en zo. En De coolste uitvinding ter wereld is de iPad, omdat je er muziek op kunt beluisteren. Je kunt ermee op het internet en je kunt hem overal meenemen. De leukste les was de video van Burundi. Burundi. Want het was, ja, omdat het leuk was. Het was ook een beetje leuk. Dat was leuk. Hallo. Ik vind Justin Bieber cool, omdat hij eigenlijk helemaal niet cool is. Als ik hem zou ontmoeten, dan zou ik hem ineens slaan en uitschelden. Justin Bieber is cool omdat hij oncool is, zoals Lien. Als ik hem kon ontmoeten, dan zou ik hem slagen tot hij ook oud is. Heel goed idee. Justin Bieber heeft hem bles afgeknipt. Daardoor is hij duizenden fans verloren. Maar hij heeft waarschijnlijk nog heel veel fans, want zijn haar, zijn bles, is verkocht voor 1000 euro. Ja. En hij is ook duizenden fans verloren omdat hij met Selena Gomez is. Justin Bieber is een dikke nek en een loser. En ik heb meegedaan aan Justin Bieber prijsgaar voor de rol, niet voor de liefde. Ik zou hem niet, ik zou hem wel ontmoeten. Alleen maar voor het slagen. Zo wat. Lientje hier. En uitschelden. En uitschelden, natuurlijk. En vermoorden. En vermoorden. Look out. Maar dat is niet vermoorden. En ja, als je won, dan kreeg je een meet and greet met Justin Bieber, 2 concertkaartjes. En dan kreeg je ook andere Justin Bieber prijsvragen. Maar Justin Bieber is oncool. En je mag 1 jongen, 1 acteur. Dat is heel cool. En dat is Jaden Smith. Johnny Depp. En Johnny Depp, want die kan heel goed acteren. En Orlando Bloom, die is ook van Pirates of the Caribbean. Over naar Lintje. Wel, Justin Bieber is een loser. Maar hoe zou dat nu komen? Over naar het nieuws. Hoofdpunten van het journaal. Justin Bieber is een loser. Hoe zou dat komen? Met andere woorden, 3, 2, 1. Justin Bieber is een loser. Tot u eigen als je mond moet. En voor de meisjes. Die zou nooit met een koppel zijn, want hij is altijd weg. En hij heeft een dikke nek en hij is een loser. En hij is een vrije. Sorry. Wat?
En dat is? Een player. Oh, het klinkt een beetje romantisch. Dit is het einde van het nieuws. Dada! Ja, meneer Gary, ja, daar. Ik heb hier een interview. Channel? Ja, wat doe je zo op de computer allemaal? Oeh, ik speel allemaal spelletjes of zo. Ja, spelletjes. Niet veel anders. Kijk jij ook op YouTube? Ja, soms naar grappige filmpjes. Zoals? Denk. Oh ja, oké, dat is goed. Ja. Kattenbloepers of voetbalbloepers en zo, ja. Die dingen, hè. Ja, oké. Okay. Ja, dit was onze maat. Hoe heet jij? Ik hier. Zeg gewoon je naam. Wacht. Jan. Oké, Jan. Beste Jan. Dit was de interview. Ja. We gaan naar de volgende interview. Ah, hallo. Ik was al op een manier aan het kijken. Hoe heet je? Ik ben. Zeg gewoon je naam! Ik heb geen naam. Ah, oké. Dag, ik heb geen naam. Sorry. Televisie kijken is ontspannend. Het is veel leuker dan buiten. Nee, dat vind ik niet. Ja, ik ook niet, maar waarom? Ja, ik weet niet. Ik ga liever shoppen. Ik dacht dat jij meer wacht. Dat ben ik ook. Oké. Dacht ik weet niet wat doen. We gaan over naar de volgende interview. Dus. We laten door. Nee. Dit is een interview. Ja, de mensen van tegenwoordig. Ja, wat is er daarmee? Niks. Wat vind jij de beste uitvinding ter wereld? De beste uitvinding ter wereld. Ik ga lopen. Ik heb hem nog. Beste uitvinding ter wereld. Ah, zeg die vrachters. Mannetjes. Hey, maar jij kunt goed sprinten. Ja, zo. Oh, dank u. Ja, ik deed atletiek. Ja, ik deed niet. Ja, oké. Okay. Zeg gewoon uw beste uitvinding. Oh, mooi. Beste uitvinding? Moet ik het nog eens herhalen? Nee, maar ik ben aan het denken. En gewoon zo heel ziet, de trampoline, de Wii, de PlayStation, wat dan ook. TV. De humor. Zeg maar dat ik. De kartonnen doos. De kartonnen doos. Waarom? Leef je erin? Ja, ik ben iemand die op straat komt. Sorry voor deze interview. Ah!
We zijn hier terug in het journaal. Oh jee. Jammer genoeg zit Neil er weer al bij. Ja, dat is jammer. Oké. Dat was het journaal van Neil en Bricht. VTM Journaal. 7:30. Dag. Doei. Hallo, we zijn, ja. Dag Wim, ik ga met u een interview doen over wat vind jij de beste uitvinding van de wereld? De beste uitvinding van de wereld vind ik persoonlijk de telefoon. En waarom vind jij de telefoon de beste uitvinding van de wereld? Je kan van ver communiceren, niet te paard, niet te fiets, niet via de post, de pinkveel. Oké, dank u en... van daar straks in de les, die Romeinse cijfers, dat was ook wel iets geworden, hè? Dat vond ik ook. Als raar, dat kan tot 5000 tellen. Nee, maar dat is echt, wij kunnen tot 1 miljard meer, zo, die 5000 tellen zo groot. Allee, dat is raar. Dat is nu niet echt te geloven. Ja. Oké, dankjewel Wim voor het interview. Graag gedaan. Graag gedaan. Toen. Excuseer, wij maken een reportage over gênante momenten. Joehoe, ja. Goed, hij begint te vallen, ja. Want dat was wel. Ja. Ja, goed. Oké, maar goed. Kom, die gaan we wissen. Hoe doen we dat? Wissen. Maar nee, kom, we gaan gewoon door. Maar nee, dat is het slechte. Het begint. Oei, Noek. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Die stop. Dag, Wim. Dag, Toon. Oké, nee, dat is opnieuw. Kerel.